Het is het meest onontbeerlijke stofje voor al het leven op aarde. Dieren hebben het nodig, planten hebben het nodig, wij hebben het nodig. Sterker nog, wij bestaan voor 65% uit deze stof. Vandaag hebben we het over water. We staan hier aan de Molukkenstraat in de Karrewegwijkbuurt. We staan hier bij een bijzondere sloot en daar gaan we een aantal proefjes mee doen met het water uit deze sloot. Een van de proefjes is de pH-waarde. We gaan kijken naar hoe zuur of hoe basisch het water is. En we gaan even kijken naar de helderheid van het water. Hoe helder is het water als je het van dichtbij bekijkt. Waarom in deze sloot? In deze sloot komen een aantal heel interessante planten voor in de zomer. En bewoners hebben dan ook erg gepleit om deze sloot te behouden, want hij zou eventueel gedempt worden. Dus wij gaan nu even kijken hoe zuur dit water is. Daarvoor heb ik een emmer. De emmer gaat in het water. Hopelijk alleen de emmer. Ik heb een glas meegenomen en met het glas kunnen we een heel simpel proefje doen en dat is gewoon kijken naar de helderheid van het water. Nou, het water ziet er redelijk helder uit, behoorlijk helder zelfs. Zeker als je de sloot bekeken hebt, die maakt een wat grijzige en smerige indruk, maar dat is hij dus niet. Dit water is iets stroebel, maar je zou er bijna een slok van nemen. Dat doe ik niet. Maar wat ik wel ga doen, is even een proefje houden hoe zuur het water is. Dit moet ongeveer een halve minuut tot een minuut voordat duidelijk is hoe zuur het water is. Ik kan ook in de tussentijd, dus u moet even wachten, ik kan ook in de tussentijd even mooi vertellen over een andere zeer fascinerende eigenschap van water. Water heeft namelijk de eigenschap dat als het bevriest, dan wordt het lichter. Andere vloeistoffen of andere stoffen die van vloeibare naar vaste vorm gaan, worden zwaarder. Dat betekent dat als je het in vaste vorm hebt en het wordt vast, dan zinkt het. Nou, bij water is dat niet zo. Als water bevriest, dan wordt het lichter. Daardoor drijft ijs dus op het water. Nou, dat heeft weer de fascinerende eigenschap dat daardoor water warmte kan vasthouden. En dat heeft weer een enorme invloed op ons klimaat, want zou water dat niet hebben, dan zou waarschijnlijk onze hele wereld bevroren zijn, omdat alle warmte vervliegt. Nou, dat is niet zo. En maar gelukkig, want anders konden we ook niet zo'n mooi programma maken. En het papiertje is inmiddels redelijk uitgekleurd. En het ziet er goed uit. Dat wil zeggen, voor deze sloot. Het zit al tegen 7. Het zal een minuutje, zal het nog iets verder uitkleuren, zelfs richting de 8. Het zit tussen de 7 en de 8. Dat betekent dat deze sloot dus een beetje basis is, het tegenovergestelde van zuur. Nou, regen is nog steeds een beetje zuur. Regen zit nog steeds een beetje op 6,5. Dat betekent dus dat in deze sloot niet alleen regenwater zit, maar ook grondwater. Grondwater heeft een wat andere pH-waarde, is dus basischer. En dat komt hier dus ook naar boven. En dat verklaart weer deze mooie soortenrijkdom aan planten die hierin voorkomt. Gewoon aan het Molukkenstraat in het Molukkenplantsoen. We staan hier aan de Dieperring.
bij de grachtengordel die om het centrum van Groningen loopt. Nou, we staan hier ter hoogte van het gerechtsgebouw. En we willen natuurlijk ook weten hoe de kwaliteit is van het water wat hier in de gracht loopt. We doen het proefje weer. Het water zag er in eerste instantie weer niet heel mooi uit, niet heel schoon. Maar het ziet er toch nog aardig uit. Het lijkt me iets troebeler dan wat we gehad hebben tot nu toe. Het is ook iets troebeler dan gewoon drinkwater. Het ruikt op zich goed. En we doen natuurlijk weer de zuurtetest. Goed, we moeten weer een halve minuut wachten. Ik zal hem even goed vasthouden dat hij goed in het water zit. Kan ik u nog weer een leuk feitje vertellen over water? Water bestaat uit moleculen, zoals elke stof. Water bestaat uit twee soorten moleculen. Eén zuurstofmolecuul en twee waterstofmoleculen. Nou, deze houden zo van elkaar, die trekken elkaar zo aan, dat ze zorgen voor oppervlaktespanning op het water. En daardoor kunnen een aantal insectensoorten, als vijverlopers en nou, noem maar op, kunnen over het water lopen. Dus dat komt dus door de oppervlaktespanning en die wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van die moleculen. Goed, hoe staat het ervoor? Het ziet er uit alsof dit wat zuurder is. We pakken de tabel er weer bij. Nou, deze komt ongeveer rond de 6. Dat betekent dat het water hier daadwerkelijk wat zuurder is dan, ja, dan basis. Het is gewoon zuurder. Wat zuurder dan ook de plek in het Molukkenplantsoen. En het zal komen omdat hier voornamelijk regenwater in zit. Geen kwel. Een stuk zuurder. Ik sta hier in de Sterrenbos en ik heb geen emmer nodig om een proefje te kunnen nemen. Waarom heb ik hier een proefje gedaan? Omdat ik verwacht dat het hier het water een stuk zuurder is. Er staan hier heel veel bomen om deze vijver heen. En al die bomen verliezen hun blad. Dat valt in het water en het blad geeft heel veel zuur af. Nou, als het goed is, is dat te zien aan het plaatje. En ik moet eerlijk zeggen dat deze toch richting de 7 gaat. Hij is tussen de 6 en de 7. Dus hij is licht zuur, dat klopt. En het mooie is, ik heb hier ook nog een van regenwater. Die heb ik net even genomen. Nou, en die valt duidelijk tussen de 5 en de 6. Dus die is aardig zuur. Dat valt mij qua zuurte, valt me dat weer tegen. Ik had verwacht dat regenwater wat minder zuur is. Maar die is toch nog aardig zuur. Beide zijn dus zuur. Dit is wat minder zuur dan regenwater, maar nog steeds heel zuur door het blad. We staan inmiddels bij het Noorderplantsoen. De laatste jaren, heb ik het idee, is de waterkwaliteit vooruit gegaan. Onder andere ook hier bij het Noorderplantsoen. Degene die me daar het meest over kan vertellen en een specialist is op dat gebied, is van de gemeente Wout Veldstra. Wout, welkom. Ja, hallo. Is het echt zo dat het water verbeterd is de laatste jaren? Ja, dat denk ik wel. Er is in het afgelopen jaar een hele grote inventarisatie gehouden door de waterschappen over de hele regio. En de uitslag viel mij mee, laat ik het zo maar zeggen. En we werken natuurlijk de afgelopen jaren ook in de stad al heel hard aan de verbetering van de waterkwaliteit. Er is de laatste jaar, ik heb een enorme schoonmaakactie gehouden van de grachten. Ja. En ik volgens mij ook in het Noorderplantsoen. Ja. Er is een hele sliplaag weggehaald. Ja. Wat heeft dat ons daadwerkelijk opgeleverd? Wat levert dat op?
Nou, dat heeft onze uitgangssituatie opgeleverd dat als het water nu schoner wordt, dat het niet meer vervuild wordt door het vuile slip. En in het Noorderplantsoen is dat nou specifiek een punt, omdat wij graag willen dat het Noorderplantsoen in het vervolg met regenwater gevoed wordt. Op dit moment stroomt er nog kanaalwater door. En we willen in de toekomst er graag naar de situatie toe dat er regenwater in komt. Het valt nu inmiddels ook uit de lucht, dus we worden al geholpen in deze uitzending. Ja. En waarom regenwater en geen boezemwater? Omdat het regenwater veel schoner is. Hè? Je kunt er dus veel mooiere resultaten mee bereiken, ook qua natuur. Maar vooral ook omdat wij eigenlijk de opdracht hebben gekregen van het Rijk om ons eigen regenwater te bergen binnen de stad. We hebben dat in het lopende waterplan hebben we dat alles een keer opgeschreven, dat we dat ook willen gaan doen. Dat betekent dat je zoveel mogelijk regenwater ook wil bergen binnen het stedelijke gebied. En ja, dan is het natuurlijk mooi om dat te doen op de plekken waar dat kan, waar al water is. En dan gewoon het bestaande water te vervangen door regenwater. We willen natuurlijk ook graag weten hoe het staat met ons drinkwater. Daarvoor zijn we bij het waterbedrijf Groningen in Glimmen. En bij mij staat Henry Kotterschiel. Henry, kun je allereerst iets vertellen over wat voor soort water er bij ons uit de kraan komt? Als je het over ons hebt, dan neem ik aan dat je over Groningen hebt, stad Groningen. Ja. Daar heb je te maken met eigenlijk drie grondstoffen die we hebben. Je krijgt water vanuit pompjes van Arend. Je hebt water vanuit pompstation De Punt, hier waar je staat. En dat bestaat weer uit twee stromen. Oppervlaktewater uit de Drentse A en grondwater wat hier lokaal het Glimmerbos uit de grond komt. En dat wordt gemengd? Ja, hier in De Punt wordt het oppervlak en het grondwater gemengd. En dat verlaat als één stroom het pompstation ligt in de stad. Het water uit Haren komt via een andere stroom wel in de ring om de stad, maar wordt niet hier op De Punt gemengd. Goed. Nu hebben jullie een paar heel bijzondere controleurs, watercontroleurs. Daar staan we net bij. Ze zijn net begonnen met zwemmen. Ja. Kun je vertellen wie jullie speciale medewerkers zijn? Ja. Dit zijn zogenaamde goudwinders. En deze goudwinders zijn de biologische bewaking voor het water wat uit de Drentse A deze kant op komt. Voor het oppervlaktewater. Voor het oppervlaktewater. Het stroomgebied van de Drentse A is een schoon stroomgebied. Er zit weinig verontreiniging in. Maar om zeker te zijn dat er toch niet af en toe wat doorglipt, detecteren deze vissen op basis van de gevoeligheid die ze hebben, speciaal geselecteerde goudwinders, of er verontreiniging in het water zit. Mocht dat zo zijn, ze zwemmen nu tegen de stroom in, dan worden ze moe, komen ze tegen een detectierooster aan en bij een aantal pulsen tegen dat detectierooster komt er een automaat in werking die zegt van er is wat met dat water aan de hand. En die stopt dan de inname en gaan we de kwaliteit van het water op dat moment controleren. Het kan zijn dat er niks aan de hand is, dat ze gewoon moe zijn. Het kan ook zijn dat er een chemische verontreiniging in het water zit, wat ingrijpen noodzakelijk maakt. En voordat mensen medelijden krijgen met de goudwinders, omdat ze misschien af en toe een poosje krijgen. Ja. Ze worden na een week, gaan ze al met pensioen, hè? Ja. En dan hebben ze het werk erop en gaan ze, mogen ze luier in de vijver. Ja. Want de goudwinders worden ook wat resistent tegen verontreinigingen. Er zijn twee redenen. De resistentie willen we tegengaan. En we vinden ook dat een week lang genoeg is in dit bassin. En dat kunnen ze uitrusten bij mensen thuis in de tuin. Of we hebben hier een vijver bij ons kantoor, daar kunnen ze ook eens uitrusten. Ja. En ze hoeven niet constant tegen de stroom in te zwemmen? Nee. Af en toe is het 2 minuten dat ze tegen de stroom in te zwemmen. De instelling is zo dat om de 10 minuten gaat de stroom 2 minuten aan. En gedurende die 2 minuten moeten ze dus tegen de stroom in zwemmen. Zijn ze overigens gewend? Het zijn vissen die gewend zijn om tegen de stroom in te zwemmen. Ja. Nu zei je ook van, dit is ook een verouderd systeem, hè? Ja. Want jullie gaan in de toekomst op iets anders over? Ja. Wat je merkt is dat je heel veel verontreiniging op deze manier uit kunt halen. Maar we weten ook dat er steeds andere verontreinigingen bijkomen die we vroeger niet konden detecteren, maar nu wel. En er zijn systemen
die nog gevoeliger zijn dan deze goudwinnen. Dit is een goed systeem hoor, daar niks mis mee. Nee. Maar je kunt ook tegenwoordig met watervlooien of met oesters kun je ook verontreiniging detecteren. Want die, ik geloof dat oesters die als ze verontreinigen hoeven, dan gaan ze dicht. Ja, dan gaan ze dicht. En wat doen watervlooien als ze watervlooien vluchten weg. Die vluchten weg? Ja, ja. En op die manier kunnen ze ook de kwaliteit van het water ook controleren, zeg maar, op een biologische manier. Ik heb net even een vers glaasje water afgetapt bij het laatste stadium waarna het water verpompt wordt naar Groningen. Dat ga ik zo proberen. Maar dit was wel het einde van deze aflevering. Tot de volgende week. Proost op uw gezondheid.